Dames en heren, welkom op online bij het programma van de bibliotheek. Het hoorcollege van Jos Joosten over Mystiek Lichaam, de roman van Frans Kellendonk. In maart, februari, maart zijn we begonnen met de bibliotheek en de Radboud Universiteit met een reeks lezingen over het werk van Frans Kellendonk. Maar door de coronacrisis is dat helaas na twee afleveringen ten einde gekomen. Als troost hebben we toch nog één hele mooie aflevering hier online. En fijn dat u kijkt natuurlijk. U mag vragen stellen via de chat en dan kan dat hier beantwoord worden. Want we gaan dus nu luisteren naar een mooi hoorcollege over Mystiek Lichaam. Bekendste roman van Frans Kellendonk door hoogleraar Nederlandse literatuur Jos Joosten. Dankjewel. Goedenavond. Hallo miljoenen, zei Ferry Maatan vroeger, terwijl hij in zijn eentje de studio zat. Ik voel me ook een beetje zo. Maar ik ga toch vrolijk aan de gang om het een en ander te vertellen. Ja, Willem zei het al in de inleiding, ik ben het schamele restant van wat een hele mooie reeks had moeten worden, waarbij we in dit gedenkjaar van 30 jaar overlijden van Frans Kellendonk alle romans van Kellendonk langsgelopen hadden zullen gaan. Dat zeg ik niet helemaal goed. En Mystiek Lichaam was dan ook in die entourage het laatste echte roman geweest, omdat dat het laatste boek was wat bij leven van Kellendonk verscheen. Willem zei het ook al, het is het boek dat het meest tot verbeelding gesproken heeft, dat het meest ophef heeft veroorzaakt. En ik wil daar vandaag het een en ander over gaan vertellen. In een iets verkortere vorm dan gepland, maar een uur lijkt me al mooi genoeg voor zo'n verhaal. Misschien even heel kort iets over mijn persoonlijke fascinatie met het boek. Ik ben inmiddels zo oud dat ik me herinner dat Mystiek Lichaam verscheen en dat ik me ook herinner dat de ophef destijds live plaatsvond. De recensie van Aad Nuis, waar ik uiteraard nog op terug ga komen, en alle tumult daar rondom. Omdat het boek antisemitisch, homofoob, misogyn, noem maar op, zou zijn. Het jaar dat het boek verscheen, werd bij mijn studie Nederlands in Nijmegen de collegereeks literatuur, eigentijds literatuur in vogelvlucht gegeven, georganiseerd door Kees Fens. En Kees Fens heeft destijds het college verzorgd, echt vers van het mes, over Mystiek Lichaam. En ik weet van destijds al dat dat een van de colleges was die ik echt memorabel vond. Een college waarbij Fens het boek echt openlegde en op een manier liet lezen waarvan je echt de indruk had van dit is, zo had ik het niet gezien. Hij haalde dingen uit die ik er zelf niet in had kunnen zien. Het is des te vreemder om vast te stellen dat Fens en Kellendonk een wat moeizame relatie hadden. Die wortelt in het moment dat Fens een van de boeken van Kellendonk eigenlijk afschreef als hyperig, iemand die inderdaad bij een nieuwe generatie schrijvers hoorde, voor wie inderdaad aandacht, publiciteit en alles rondom het boek belangrijker was dan het werk zelf. En dat is nooit echt helemaal goed gekomen. En ook in de biografie van Frans Kellendonk, die Jaap Goedigeburen 2 jaar geleden publiceerde, merk je wat van die moeizame relatie tussen Fens, in die tijd nog steeds een man met aanzien binnen het literaire bedrijf, en Kellendonk. Maar ik moet zeggen dat ik daar dus tijdens dat college niets van heb meegekregen. Dat ik alleen maar grote bewondering en vakkennis en liefde voor dat boek vaststelde bij Kees Fens. Het boek heb ik eigenlijk destijds voor het eerst gelezen. En ik ben het in de loop der jaren blijven lezen. En ik vind het nog steeds eigenlijk, ook nu ik in het kader van deze collegereeks de hele Kellendonk weer heb herlezen, toch echt de top van zijn werk. Dus in die zin valt het mij ook niet moeilijk om daar wat over te praten. Om maar helemaal bij het begin te beginnen, en ook een beetje omdat ik natuurlijk niet precies weet op welk niveau de luisteraars, toeschouwers, liefhebbers het boek paraat hebben, geef ik even een hele korte synopsis van het wedervaren van de familie Gijzelhard, die centraal staat in dit boek. Mystiek Lichaam beschrijft dus het wel en wee van de familie Gijzelhard over de periode van 2 jaar. Wie het wil, kan, en dat is op zich ook niet echt rocket science,
narekenen dat het boek begint op Tweede Paasdag. En als je een beetje kijkt naar een aantal gebeurtenissen in het boek, dan zie je dat dat Tweede Paasdag 1982 was. Dus dat het boek, om precies te zijn, op 12 april 1982 begint met het moment waarop Magda, bijgenaamd Prul, zich aandient in het ouderlijk huis, het huis waar haar vader, A.W. Gijsselhard, nog altijd woont, de Doornenhof, een groot alleenstaand huis en ook uit circumstantial evidence vast te stellen in de omgeving van Nijmegen, richting Alverna waarschijnlijk. Zij komt terug in het huis van haar vader, de weduwnaar A.W. Gijsselhard. En voor Gijsselhard, een handelaar in koper en oud ijzer en huisjesmelker en aandelenhandelaar, is geld de religie. Magda komt terug thuis en wordt met open armen ontvangen, omdat zij toch tot op zekere hoogte het lievelingetje is van vader Gijsselhard. Tegelijkertijd is zij ook een beetje het zorgenkind van Gijsselhard, omdat zij er maar niet in slaagt om tegen de juiste man aan te lopen. Dat lijkt nu anders te zijn, want ze heeft een man ontmoet waar ze zo dol op is dat ze maar liefst 35.000 gulden heeft uitgeleend. Dat is voor Gijsselhard al een grote klap, want geld is heilig in zijn optiek. En hij vermoedt, en niet in onrecht zoals later zal blijken, dat Magda misschien nog wel eens een verrassing in petto zou kunnen hebben vanwege deze pechman. Deel 1 is verder heel erg leuk, grappig, hilarisch vanwege de bizarre scène van Gijsselhard die zijn dochter Magda mee uit eten neemt in een restaurant tegen de heuvelwand aan. Ook daar kun je nog plekken in Nijmegen in herkennen. En hij staat erop om met een acculader af te rekenen en zegt zijn dochter vervolgens om zo duur mogelijk in te slaan, want ze hebben er tenslotte voor betaald. Deel 2 van het boek is getiteld De Moederkerk en die gaat over Leendert, bijgenaamd broer van Magda, die net als zijn vader handelaar is, maar dan handelaar in schilderijen. Broer woont in Manhattan en daar heeft hij van Magda een brief ontvangen waarin we een deel van het geheim ontrafeld krijgen, namelijk Magda blijkt inderdaad zwanger te zijn van Bruno Pechman en in diezelfde brief erkent ze ook dat ze 3 jaar eerder een abortus heeft gehad. Ook wel een interessant thema in het kader van de hele boek. Ze heeft dus een geboorte, het ontstaan van nieuw leven, afgebroken. Met Magda heeft Leendert tijdens een orgie ontdekt dat hij homoseksueel is. Hij ontmoet daar de vriend van zijn leven met wie hij naar New York vertrekt. En die jongen sterft uiteindelijk tragisch aan AIDS. Broer gaat daarop terug naar Nederland. En dat is waar het derde deel in het boek begint. Namelijk deel 3, de geschiedenis. En daar is ook broer weer terug op de Doornenhof, op het huis van vader Gijsselhard, bij zijn vader en bij Magda. Magda is intussen bevallen van een zoontje, Victor. En Gijsselhard is ontzettend blij en trots met zijn nieuwe kleinzoon. En zijn rol als grootvader past hem heel goed. Een stuk minder blij is hij met de terugkeer van broer. Hij laat broer in de zolder op de zolder van een schuur wonen. En intussen is broer zelf besmet met AIDS, de ziekte waar zijn ex-vriend ook aan overleden is. En dat weerhoudt hem overigens niet van om bij de Berendonk contact te zoeken met een andere jonge jongen. Dus ook hij gaat op zijn manier door met dingen door te geven. Uiteindelijk kondigt zich Bruno Pechman aan. Die wordt uiteindelijk in huis opgenomen en vertrekt tenslotte met Magda en het jonge zoontje Victor naar Zwitserland. En in de Doornhof blijven vader en zoon Gijsselhard achter. Vader oud en zoon terminaal ziek. Dat is even kort gezegd het verhaal. En zeker bij een verhaal als dat van Mystiek Lichaam merk je al dat het bijna tekort schiet om alleen het verhaal na te vertellen. Het is een boek dat voor een deel ook gewoon drijft en gedragen wordt door de virtuose stijl, door de niet aflatende ironie, daar komen we zo nog uitgebreid op terug, die Kellen ook hanteert, en door het ontzettende, eigenlijk levendige weergeven van scènes die aan de ene kant allemaal uitvergroot en grotesk zijn en aan de andere kant eigenlijk allemaal zonder uitzondering ook precies zo gebeurd zouden kunnen zijn. Om een beetje een beeld te geven van wat we aan het lezen zijn en hoe je dit boek zou kunnen benaderen, is het denk ik goed om eens stil te staan bij de ideeënwereld die Kellendonk zich in de loop van de jaren 70 en eerste helft jaren 80 ontwikkeld had. De kijk op de wereld
die hem en zijn schrijverschap eigenlijk steeds stuurde. Wat een belangrijk thema is, en het begint eigenlijk al vanaf zijn debuut Bouwval, is het verlangen van zijn romanfiguren en vaak van de protagonist voorop om grip te krijgen op zijn eigen geschiedenis, op zijn plaats in de werkelijkheid, op zijn positie in de tijd, in de geschiedenis en de vraag van wat hij is. Als je denkt even aan Bouwval, het hoofdpersonage daar, de kroonprins, beeldt zich eigenlijk in of stelt zich helemaal voor dat hij inderdaad een kroonprins is. Iemand die inderdaad de traditie van de familiegemeenschap zal voortzetten. Daar heb je eigenlijk al twee hele belangrijke dingen. Het voortzetten van de geschiedenis en de familietraditie. En dat zie je in zekere zin in veel van Kellendonks werk terug. En dat zie je enigszins gemuteerd en veranderd ook als het draagend motief van mystiek lichaam. Als je kijkt hoe Kellendonk omgaat met zijn romanpersonages, zou je kunnen denken aan de naturalistische schrijver die als het ware met zijn romanpersonages proeven uithaalt. Zijn romanpersonages van de naturalistische schrijver zijn proefpersonen in een laboratoriumsetting. En in zekere zin zie je dat bij Kellendonk ook gebeuren. En dat is dan alleen anders dan bij de naturalisten, omdat Kellendonk niet vanuit één bepaalde waarheid, één ideologie, het idee om te laten zien hoe de mens leeft, heerst, maar omdat hij juist probeert om te gaan kijken hoe je de werkelijkheid kunt manipuleren en wat er allemaal voor denkbare waarheden zijn. Hij zelf beschouwt het als een opzettelijke. Hij zelf beschouwt het traditionele realisme als een opzettelijke vereenvoudiging van de werkelijkheid. En wat hij wil is een wereldbeschouwing presenteren door het onderzoeken van situaties en die kunnen conflictueus zijn, die kunnen botsen met elkaar. Ik denk dat een van de dingen die ook leiden tot de ophef die mystiek lichaam heeft veroorzaakt, die ook maken dat mystiek lichaam een wat weerbarstig boek is, afgezien van het toch op het oog eenvoudige verhaal, en die het tegelijkertijd ook tot zo'n ontzettend interessant boek maken om te lezen, te maken hebben met de manier waarop Kellendonk omgaat met ironie. En ironie, dat wordt bij hem heel mooi weergegeven in een begrip dat hij dat vrij klassiek geworden is in de Kellendonk-traditie, namelijk het begrip oprecht veinzen. Het is wat dat betreft wel interessant om even stil te staan bij dit begrip, oprecht veinzen. Ik ga daar zo nader op in. En Kellendonks uitlating, ik geloof dat er in mijn denken een leegte is waar God, als hij bestaat, precies in zou passen. Dit waren pak een beet 20 jaar geleden de twee slagzinnen waarmee het werk van Kellendonk werd getypeerd. Wat je in die tijd zag, er is sinds 1992 een Kellendonk-lezing in Nijmegen. En je zag dat zeker de generatie van eerste sprekers bij de Kellendonk-lezing, vaak mensen die Kellendonk persoonlijk hadden gekend, generatiegenoten, steeds terugkwamen op deze twee begrippen als kernbegrippen voor Kellendonks denken. Het hele merkwaardige is dat globaal de afgelopen 10, 15 jaar het nauwelijks meer aan bod komt in die Kellendonk-lezingen. Nog steeds is de opzet hetzelfde. We vragen een actieve auteur om na te denken over de rol die Kellendonk in zijn of haar werk speelt. En waar een aantal, 20 jaar geleden, het oprecht veinzen of de leegte waar God precies in zou passen voortdurend wel ergens aan bod kwam, is die weg. Vandaar dat ik ook een kleine rehabilitatie nu doe voor met name dat eerste begrip, oprecht veinzen, dat zeker voor de lectuur van mystiek lichaam toch wel heel relevant is. Dat begrip oprecht veinzen heeft Kellendonk eigenlijk voor het eerst gepresenteerd in een lezing die heet Idolen, met als ondertitel Over het Tweede Gebod. En het was een lezing die hij hield in opdracht van de SLA, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, 3 maanden voordat Mystiek Lichaam verscheen. Het boek was dus eigenlijk al afgerond in die tijd, net. En wat Kellendonk uitlegt is dat oprecht veinzen zijn typering is van ironie. En hij zegt het als volgt. Ik citeer. Enerzijds contrasteer ik ironie met cynisme. Terwijl cynisme de houding is van, tussen aanstekens, tegen beter weten in, is ironie een houding van tegen niet weten in. Ironie is spreken en handelen in oprechte onwetendheid, maar gaat toch gepaard met veinzen. Zoals blijkt wanneer ik de houding anderzijds met
realisme contrasteer. En dan gaat hij verder. De ironie zegt, we doen net alsof we weten waar we het over hebben en we vergeten geen moment dat we maar doen alsof. Mijn definitie van ironie luidt in twee woorden, en daar zegt hij het, oprecht veinzen. De ironie erkent het mysterie en dus haar eigen voorlopigheid. Ze kan zichzelf ieder gewenst moment corrigeren, maar ze ondermijnt zichzelf niet bij voorbaat. En dat maakt, denk ik, dat tekent enerzijds, denk ik, de houding, de toon, het register waaruit het mystiek lichaam geschreven is. Van de andere kant geeft het ook meteen aan waarom het knelpunt zit. Aan de ene kant zegt ironie van, alles wat ik zeg kun je in zekere zin met een korrel zout nemen. Ik realiseer me dat het allemaal niet waar hoeft te zijn. Maar door het te zeggen, poneer je toch een waarheid, al haal je meteen onderuit. En dat het thema inderdaad over zaken uit de werkelijkheid gaat, die je ironiseert, laat inmiddels toch ook aanwezig dat die thema's spelen en van belang zijn. Het is dus een dubbele houding die je eigenlijk bijna op elke pagina van Mystiek Lichaam terug kunt zien. Kellendonk houdt in zijn lezing een pleidooi voor kunst die eerlijk uitkomt voor haar kunstmatigheid. Figuren staan nooit voor de werkelijkheid, de platte werkelijkheid vindt hij niet interessant, maar ze staan voor de ideeën. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de opening van Mystiek Lichaam, dan zie je al meteen dat daar allerlei symbolieke en ideeën en compositorische zaken over elkaar heen buitelen. Het is de scène waarin Magda Prul, de dochter van Gijzelhard, voor het familiehuis op een van de grote pilaren staat, waartussen het tuinhek gesloten is. En alles is daar symbolisch. De dag waarop het gebeurt, de tweede paasdag, het huis waarbij het gebeurt, het Doornenhof. Je zou denken aan een soort van kasteel van Doornroosje. De plek waar zij zit, boven op een pilaar, als een soort pilaarheilige. En het moment waarop natuurlijk, het is het wederverschijnen, tweede paasdag, Pasen, het feest van de wederopstanding, van dochter Magda, die ineens weer aanwezig is. Met andere woorden, alleen zo'n kleine scène al, hoef je niet alleen maar te lezen als een wat warrig meisje die op een pilaar zit voor een groot huis, maar dat meteen al barstensvol met symbolieken zit, met een ideeënwereld die Kellendonk in het hele boek, als het ware, uitdraagt. Kellendonk heeft het, niet alleen bij dit boek, maar bij veel van zijn boeken, dus niet zo op realisme. Ook daar moet je vaststellen dat het eigenlijk een beetje dubbel is. Voor mij was de grootste verrassing, of een van de grootste verrassingen in de biografie van Jaap Goedegeburen over Kellendonk, die 2 jaar geleden verscheen, dat Mystiek Lichaam veel meer dan ik ooit gedacht had kunnen hebben, een realistisch verhaal is. Allerlei zaken, familieverhoudingen, toestanden in familieverwikkelingen die in het boek een rol spelen, blijken uit de werkelijkheid van de werkbestaande familie Kellendonk afkomstig. Tegelijkertijd moet ik eerlijk zeggen dat ik daar even verbaasd over was, maar ook dacht van ja, wat interesseert het mij eigenlijk? Het enige wat het mij zegt, dat Mystiek Lichaam op sommige punten waarder is dan wij hadden kunnen denken als lezer, is dat Kellendonk over zeer ruimdenkende en ruimhartige naasten en familie beschikt, die inderdaad niet te beroerd zijn om allerlei minder aangename dingen over de familie toch in out en niet open te krijgen. En dat gaat wel eens anders bij biografieën. Dus het enige wat het oplevert is een compliment voor de familie Kellendonk, maar voor het boek zelf maakt het mij eigenlijk geen bal uit of inderdaad zaken wel of niet op de werkelijkheid zijn geënt. En ik denk dat dat voor een deel ook wel voor Kellendonk geldt, dat strekking en porté van Mystiek Lichaam voor hem eigenlijk zijn wat hij in het boek wil vertellen en niet wat de werkelijkheid erachter was. Je kunt je ook moeilijk voorstellen dat Kellendonk op dit moment bij Kunststof op de radio of bij een of ander televisieprogramma was verschenen om daar te gaan vertellen van, goh, vertel eens, is dat nou akelig, zo'n dodelijke ziekte? Goh, vertel eens, was uw familie echt zo? Dat kun je niet voorstellen. Bij Kellendonk is toch primair het kunstenaarschap primeert. En de ideeënwereld is hetgeen wat hij de wereld te vertellen heeft. De denkoefening. En niet of dat nou inderdaad klopt dat het allemaal het wel en wee is van een Nijmeegse middenstandsfamilie. Dat vooropgesteld hebben maakt natuurlijk, zoals ik al zei, die ironie het boek ook wat ingewikkelder.
Wat kun je zeggen over het thema? Nog even heel kort. Kellendonk koestert ook hier weer het ideaal van een gemeenschap. Of koestert het ideaal. Hij probeert uit te zoeken hoe je op een of andere manier lid kunt worden van een gemeenschap. Hoe je inderdaad jezelf zin kunt geven in een groter verband dan het verband van alleen maar louter op jezelf staan, je eigen lusten nastreven, je eigen verlangens bevredigen. En hoe die dat doet, en dat is het probleem, en dat zie je eigenlijk al vanaf bouwval, altijd wordt dat met enige ironische distantie bekeken, altijd wordt het op een of andere manier enigszins ondergraven. Je weet dat het verlangen naar die gemeenschap is, maar ook het bewustzijn, het besef dat het niet realistisch is. Laten we eens naar mystiek lichaam zelf gaan kijken. Met dit in het achterhoofd. Dat er dus een soort van oprecht veinzen, een hele dubbele verhouding met de realiteit en een voortdurend besef van de voorlopigheid van zaken meespeelt. Als je het openslaat, dan is het eerste wat je opvalt een opdracht. Voor M.A.W. Die M.A.W., en dat was al geen geheim voor Goede Geburens biografie, maar we hebben nu ook foto's. M.A.W. is zijn de initialen van een kortdurende, maar alles verzengende liefde die Kellendonk in 1981 kreeg, namelijk met Thijs Westerhout. Ik citeer Kellendonk hier even. Ik dacht in hem het gevonden te hebben. Niet zomaar een levenspartner, maar de liefde die alles rechtvaardigt, dus ook de atoombom en de honger in Tjaat. Deze Matthijs Aert Westerhout is M.A.W. aan wie mystiek lichaam is opgedragen. Kellendonk verbreekt de relatie wanneer hij in Amerika verblijft als writer in residence. Dus je ziet hier wel de contouren van een realistische achtergrond. De perfecte jongen waar het in mystiek lichaam om draait, is gebaseerd ook weer op een bestaand figuur. Alleen is Kellendonk naar Amerika vertrokken als writer in residence en was Westerhout daar niet bij. Het lag overigens volgens de biografie van Goede Geburen ook weer wat complexer. Maar in grote lijnen zie je hier dat er een aanleiding is, maar geen gewoon realisme. Dan de titel, Mystiek Lichaam. De roman zou eigenlijk Gijzelhart heten. Daar is ook zelfs een uitgetikte aanbiedingstekst voor uitgeverij Meulenhof, waarin de roman Gijzelhart heet, waarin in grote lijnen ook het verhaal van Mystiek Lichaam wordt beschreven. Dus het was al een heel eind op weg om Gijzelhart te heten. Maar op een later moment besloot Kellendonk toch om hem Mystiek Lichaam te noemen. Er is wel gesuggereerd dat Gijzelhart een soort van beetje Bordewijkiaanse vreemde naam is, die niet echt bestaat. Het grappige is dat nog altijd wie de moeilijke namen uit Bint opzoekt via internet, altijd meestal één verwijzing vindt, namelijk naar Bint. Er zijn geen bestaande mensen die Klotterboken of Wimpy Singer heten. Gijzelhart is overigens wel een bestaande naam. Ik had hier in Nijmegen op de middelbare school een leraar die zo heette. Dus in Nijmegen is de naam in ieder geval bestaand. De leraar in kwestie had overigens het probleem dat zijn voorletters AF waren. Dus als leraar op school ben je dan gauw af Gijzelhart. Maar dat is petit histoire. Desondanks, de naam bestaat. Het is een echte naam. Er is wel meteen ook op gewezen dat die naam op allerlei manieren symbolisch te duiden zou zijn. Het hart van de man is gegijzeld. Hij is iemand die harten gijzelt, dus het is een naam waar je alle kanten mee uit kan. Maar om te beginnen, ook hier weer, is het gewoon een realistische familienaam. Maar uiteindelijk werd Mystiek Lichaam de echte titel. En dat vergt een beetje nadere toelichting. Het begrip zelf, Mystiek Lichaam, komt eigenlijk maar één keer in de roman voor. En dat is als ze de al eerder genoemde orgie beleven met allerlei mensen, dan beschrijft de verteller. De geest waarin ze tot één mystiek lichaam waren gedoopt, begon akelig rond te spoken in de bruidskamer. De geest rook mensenvlees. De geest eiste gemeenschap. Word één lichaam. De geest waarin ze tot één mystiek lichaam, wordt hier al gezegd. En je ziet hier al meteen overigens dat het woord gemeenschap hier genoemd wordt. In dit geval heel feitelijk, zoals geslachtelijke gemeenschap. Maar ook hier moet je meteen in je achterhoofd houden dat gemeenschap bij Kellendonk vaak ook inderdaad het grotere geheel betekent. Er is daarnaast nog een cruciale allusie op dat mystiek lichaam.
Mannen en vrouwen, schrijft Kellen ook iets verderop in Mystiek Lichaam, hebben samen het verbond van God met zijn volk. Daarvan kon ik geen deelgenoot zijn, zegt Leen dat daar ergens. Ik verzon zelf maar wat. Een krakkemikkige doe-het-zelf metafysica, een levensvijandige bovendien. En dan nog even daarna. Het DNA is bij hem op de rotsen gevallen. En dat is zowel een allusie op Onan, de man volgens wien wij masturbatie in zonde is, die liet namelijk zijn zaad op de rotsen vallen. En tegelijkertijd heeft het ook de gelijkenis van de zaaier in zich. Dat zie je bij Kellen ook heel vaak, dat heel veel van die zinnen al allerlei zinspelingen en uitwaaiingen richting de Bijbel hebben. Dat mystiek lichaam intussen, waar hij geen deelgenoot van heeft, dat heeft in de katholieke traditie zijn oorsprong en is tot leerstuk geworden door de pauselijke encycliek Mystici Corporis Christi over het mystieke lichaam van Christus uit 1943 van paus Pius XII. En paragraaf 13 daarvan luidt, ik lees het even integraal voor. Welnu, om deze waarachtige kerk van Christus, die de heilige, katholieke, apostolische, Roomse kerk is, nader te bepalen en te beschrijven, vindt men niets edelers, niets voortreffelijkers, niets goddelijkers tenslotte dan de uitdrukking volgens welke zij genoemd wordt, het mystieke lichaam van Jezus Christus. Deze uitdrukking nu vloeit voort en bloeit op, als het ware, uit hetgeen de heilige boeken en de geschriften der vaders veelvuldig voorhouden. Dat de kerk een lichaam is, verkondigen de uitspraken van de heilige schrift dikwijls. Christus, zegt de apostel, is het hoofd van het lichaam, de kerk. Indien de kerk een lichaam is, dan moet zij ook iets zijn dat één en onverdeeld is, volgens het woord van Paulus. Wij vormen in Christus met velen een lichaam. Dus die eenheid van lichaam, van hoofd en lichaam, waarbij dus Paulus de kerkelijke leiding het hoofd is en de kerkgemeenschap het lichaam, en die zich eigenlijk door de tijd beweegt, en daar heb je al bijna een Kellenkoiaans idee, beweegt op grond van de voortplanting en de erkenning van de ware katholieke kerk. Dat idee is dus vastgelegd in de encycliek. En gedachtegoed, dat zie je eigenlijk overal in het boek opduiken, ook in allerlei terloopse symbolen. Bijvoorbeeld het huis waar de orgie plaatsvindt, daar zien we het bij de ingang een beeld in een nis staan. En dat beeld, daar is het hoofd van af. Je ziet alleen het lichaam. Een lichaam zonder hoofd is niet compleet. En als je er goed op let, zie je dat zich op meer plekken in mystiek lichaam dit soort symbolieken vaak heel terloops voordoen, waaruit blijkt dat Kellenkoiaans wel degelijk heeft nagedacht over het symbool van hoofd en lichaam. Je zou ook bijna kunnen zeggen lichaam en geest. Zonder hoofd geen lichaam, zonder lichaam en dat lichaam is noodzakelijk voor het voortschrijden in de tijd. En dat is natuurlijk wat ons maakt tot geschiedenis. Ik zei het al, het is een gedachte-experiment dat je bij Kellenkoiaans ook veel tegenkomt. De plaats in de geschiedenis. En het is ook niet voor niks dat de ondertitel van het boek een geschiedenis is. En dat het derde deel van het boek ook de geschiedenis heet. Je ziet dat er op meerdere plekken heel nadrukkelijk gekeken wordt naar de rol die de of een geschiedenis. Daar komt bij dat in het boek, en dat is ook weer zo'n ding wat het ingewikkeld maakt, de geschiedenis ook als personage of als entiteit optreedt en daar ook inderdaad opdracht geeft aan de klerk, de schrijver, om in te grijpen. Ik wil er een klein stukje van voorlezen. En dit is een van de passages die het boek zo omstreden heeft gemaakt. De geschiedenis zat niks lekker meer in deze geschiedenis der gijzelharten. Het verhaal had een zeer bedenkelijke wending genomen. Die haveluinige schaduw boven de Doornenhof, ze moest er net zo weinig van hebben als A.W. Gijzelhart. Als die overbodige broer zo graag dood wou, waarom hielp de klerk hem dan geen handje? Een koud kunstje toch voor een klerk? Ze kon geen overbodigheid velen. Er is maar één geschiedenis en dat is de geschiedenis van iedereen. Of er is geschiedenis of er is overbodigheid. Het is het een of het ander. Die broer moest weg, wilde de klerk het gezellig houden. Onverdraaglijke jeuk kreeg ze van zulke piepkleine marginale mensjes. En
Er zat ook ergens een Jood in het verhaal verstopt. Ze voelden het. Flikkerij en Jodendom, dat was van hetzelfde overbodige laken een pak. De geschiedenis wist heus wel dat het ondankbaar van haar was om zo te denken. De Joden hadden haar immers uitgevonden. Zij hadden de hemel, die loodzwaar drukte op de Egyptenaren, een flink eind omhoog gekrikt, zodat de plaats vrij kwam voor haar glorieuze regenboog. Zij waren haar moeder en alle moeders zijn heilig. Maar ze hadden zichzelf meteen ook tot uitverkoren volk benoemd en zo de rest van de mensheid overbodig verklaard. Vreselijk volk. Ze hadden toch kunnen nagaan dat ze zelf overbodig verklaard zouden worden? De geschiedenis had haar buik vol van Joden. Ze kon geen Jood meer zien. Maar als een steentje door een kapotte schoen, zo voelde het, zo zwierf nu ook door dit verhaal weer zo'n eeuwige Jood. Klerk, waarschuwde ze, doe iets aan die ongerechtigheid. Je ruimt die broer op en je houdt de Jood buiten de deur. Of ik ga weg. En dan is het goed om te weten dat geschiedenis hier overal stevast met een hoofdletter geschreven wordt. Deze hele passage tussen twee haakjes staat en eigenlijk een heel raar soort intermezzo is in het lopende verhaal. Er is een soort eeuwige traditie, geschiedenis, die zich bemoeit met de gang van de zaken, daar een paar buitengewoon onaangename opmerkingen over maakt, over Joden en homoseksuelen, en de haakjes weer sluit en dan het woord terug aan de klerk, die, zoals we zullen zien overigens, maar slechts zeer ten dele gehoor geeft aan dit brandende verlangen van de geschiedenis met een hoofdletter. Waar de geschiedenis overigens even op wijst, is het gegeven dat de Joodse traditie gezegd wordt de eerste te zijn geweest die inderdaad uitgaat van een geschiedenis die ontstaan is en op weg gaat naar een einde. Omdat in heel veel van de figerende denkvormen tot die tijd eigenlijk eerder het soort vegetatiecyclus een rol speelde. Geboorte, groei, sterfte, nieuw leven, geboorte, groei, sterfte. Het leven als cyclus werd in die traditie voor het eerst afgewisseld met het leven als een lineair proces van begin naar einde. En dat zou te danken zijn aan de Joodse denktraditie. Dit hele evident antisemitische karakter van de geschiedenis is natuurlijk nog veel verder geperverteerd in de christelijke traditie. Homo's en Joden, en in die zin praat de geschiedenis hier met een tamelijk onfrisse, maar orthodoxe christelijke mond, waren mensen die per definitie buiten de geschiedenis vielen. Homo's, omdat ze zich niet voortplanten, volgens de gangbare natuurwet. Joden, omdat ze in Christus niet de Messias erkenden en het Nieuwe Testament niet erkenden, en als zodanig ook het heil niet ten deel zou vallen. Met andere woorden, het mystiek lichaam waar Pius de XII het over heeft in zijn encycliek, is een tekst waarbuiten inderdaad de Joodse traditie en homoseksualiteit en zo absoluut niet passen bij het mystiek lichaam dat door de tijd zijn voortgang kent. Ik denk dat het op dit punt, want ik denk dat in deze passage en een paar vergelijkbare passages de grote misverstanden en ophef rond mystiek lichaam zijn oorsprong vinden. Het goed is om je ook te realiseren dat wat Kellendonck doet experimenteren is. De schrijver als baas over het laboratorium waarin hij zijn personages rollen laat vervullen. Waarin hij ze inderdaad bepaalde ideeën laat vertegenwoordigen. En waarin zelfs een entiteit als de geschiedenis, hoe abstract ook, zich kan manifesteren. Het is dan ook, en dat staat volkomen haaks op het idee om Mystiek Lichaam uit te leggen als een realistische roman, eerder een roman waarin figuren een plaats krijgen. Zoals wij die in de Nederlandse literatuur natuurlijk kennen uit de moraliteiten. En dat is niet helemaal onzinnig om het zo te zeggen, want Kellendonck zelf heeft het ook ooit in die termen verklaard. Hij zei over Mystiek Lichaam, die roman is een moderne moraliteit waarin het Paulinische beeld van de samenleving als organisme, als mystiek lichaam, wordt afgezet tegen distinctiedrift, seksverslaving, de nepwaarde van het geld, die werkelijke waarde vernietigt. Het is geen knusboek. En dat wil het ook niet zijn. Wat bedoelt Kellendonck als hij zegt een moderne moraliteit? Ik denk dat het goed is om dat in het achterhoofd te houden. Hij bedoelt inderdaad dat het een soort elkeliek is. En dan een elkeliek in 20e eeuwse verhoudingen, waarbij dus inderdaad de personages zich veel extremer opstellen, veel nadrukkelijker staan voor ook abjecte meningen, maar waarbij helemaal niet gezegd wil zijn dat die mening de ook per se aangehangen moraal van de auteur vertegenwoordigt.
Als je dan kijkt naar wat er dan in het boek gezegd wordt, dan zie je dat er bijna altijd sprake is van dualisme, van tegenhangers. Dat er bijvoorbeeld de tegenstelling is tussen de geschiedenis van het vlees, het voortzetten van het leven van generatie op generatie, en de teloorgang van de smaak. Je ziet dat inderdaad die hele schilderijenhandel van Leendert in New York eigenlijk een soort van kunstmatige pervertering is van wat ooit kunst en goede smaak was. En je ziet dat allerlei aloude waarden worden geconfronteerd met hun tegenhanger. Ik zei al even en ik loop een beetje vooruit op de slot van de roman, zowel als de slot van dit stukje. Volgens de geschiedenis zou de klerk moeten zorgen dat de Jood uit het verhaal verdwijnt. De ironie, of misschien niet eens ironie, het feit wil dat de enige die gezond en wel uit mystiek lichaam vertrekt, dat is Bruno Pechman met Prul en Victor die naar Zwitserland vertrekken. De enige die een blijde toekomst tegemoet gaan, is de gesmaade Jood in het boek van Kellendonck. Dat is degene die er inderdaad positief uitspringt. Merkwaardig is overigens dat, en dat had ik mij bij eerste lectuur niet zo gerealiseerd, maar wel toen ik het boek herlas met een aantal studenten, dat Bouwval natuurlijk in zekere zin ook het verhaal zelf althans positief eindigt met inderdaad iedereen die krijgt wat hij wil. Het zijn vaak zwartgallige, sombere, cynische, ironische boeken. Ik moet ironisch zeggen, niet cynisch. Maar ze eindigen opmerkelijk vaak ook behoorlijk ten goede bij Kellendonck. Wat natuurlijk ook zo'n evidente tegenstelling is bij Kellendonck, is natuurlijk de tegenstelling tussen geld en symbolische waarde. Je zou bijna, als je er verstand van zou hebben, denken dat je hier ook een bourgeoisiaanse tegenstelling kan zien tussen symbolisch en economisch kapitaal. De wet van de economie tegenover de wet van de smaakvolheid. Je ziet dat spirituele waarden hun plaats moeten maken voor platte geldlust. Uitzicht bijvoorbeeld in de zinnen als, ik heb ze hier staan, geld is het bloed van het sociale lichaam, daar heb je het lichaam weer, het brengt voedsel naar de hongerende leden. Het boek is, overigens, en dat vind ik wel belangrijk om te benadrukken, ook helemaal geen kritiekloze heimwee naar de traditie. Kellendonck zegt, de traditie is een maatstaf waaraan we onze verscheurdheid kunnen afmeten. Dus het is helemaal niet zo van, we willen terug naar hoe het was, of het is een ideale wereld waarin de geschiedenis het voor het zeggen had, want daarvoor staat die geschiedenis eigenlijk ook buitenspel. Dat maakt die roman zo complex. Of, om hier even Arnold Heumakers te citeren, mystiek lichaam is eerder een oefening in beeldenstormen, gericht tegen de progressieve illusies, dat comfortabel optimisme het bestaan tracht van het gat tussen werkelijkheid en illusie tracht te ontkennen. Ik zei al, gek genoeg heeft het boek ook, en dat is natuurlijk eigenlijk heel onliterair, een relatief happy end. Niet voor Leendert, die onvermijdelijk gaat overlijden. Niet voor Gijslaard, die al duidelijk aan het eind van zijn leven is. Maar wel voor Pechman en Prul en hun zoontje dat niet voor niks Victor heet, de overwinnaar. En die gaan ook nog eens, dat is natuurlijk wel heel grappig, dat zal symbolisch bedoeld zijn, als het waar is, maakt het niet uit, naar Zwitserland. Het land natuurlijk bij uitstek gezien wordt dat het zich altijd afzijdig weet te houden van alle grote woelingen van de geschiedenis. Wat overigens een enorm cliché is, want ook Zwitserland heeft de meest bloedige burgeroorlogen gekend en de meest verschrikkelijke rampen. Maar de symboliek zal hier toch vooral zijn dat zij veilig heen komen zoeken in een plek ver van alle Europese en andere woelingen. Ik zei het al, en het zal ook niet helemaal verbazen als je deze parafrase en analytische insteek hoort van het boek, dat het niet zonder slag of stoot ontvangen werd. En sterker nog, de ontvangst van Mystiek Lichaam leidde tot een tamelijk serieuze literaire rel in Nederland. Het boek is intussen een onbetwiste klassieker van de Nederlandse letterkunde. Er zijn er intussen, ik denk alweer veel meer dan 50.000 exemplaren van verkocht. En het is aan zijn 21ste druk toe. En ik weet niet eens of daar de opnames in de diverse twee verzamelde werken meegeteld zijn. Met andere woorden, het is een stabiel boek uit de Nederlandse moderne literatuurgeschiedenis. Er is een Franse en Italiaanse vertaling van verschenen. Met andere woorden, het heeft echt een status. En
Hoe is dat gekomen? Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar allicht zal, voor wat Nederland betreft, de ophef bij het verschijnen van het boek er van alles mee te maken hebben gehad. Die ophef is een beetje een verhaal apart. Het boek verscheen op 9 mei 1986 en op dezelfde dag staat in het cultureel supplement, zoals dat toen nog heette, van NRC Handelsblad, een interview met Kellendonk. In het interview is Kellendonk zelf aan het woord en ik heb het voor aardigheid nog eens teruggelezen. Het grote probleem van dat interview is dat het eigenlijk alle subtiliteit, ironie en nuance mist. En dat Kellendonk eigenlijk heel serieus even uiteenzet hoe de wereld wat hem betreft in elkaar steekt. En er is één passage in dat interview waar iedereen toen meteen al heel erg over viel. En dat citaat luidt als volgt. De luie suggestie dat er zoiets als een multiculturele samenleving zou kunnen bestaan, is even gevaarlijk als een eng nationalisme. Alsof mensen niet voor een groot deel hun identiteit ontlenen aan de cultuur die hen omringt. Dat soort domheid, dat soort goed bedoelde achterlijkheid, daar maak ik me nu zorgen om. Een straat, en dit is een citaat wat een heel eigen rol is gaan spelen, een straat waar men op de ene hoek een katholieke kerk probeert te handhaven, op de andere een moskee en nog een hindoe-tempeltje ergens in het midden, is een straat waar binnen de kortste keren helemaal geen godsdienst en helemaal geen gemeenschap meer zullen zijn. Ja, de kenners van Kellendonk zien hier natuurlijk al meteen nog eventjes die referentie aan die gemeenschap, maar het is duidelijk, hij maakt zich zorgen over een straat waar aan de ene kant een katholieke kerk staat, aan de andere kant een moskee en een hindoe-tempeltje in het midden, daar is godsdienst en gemeenschap weg. De week daarna bespreekt Aad Nuis, toentertijd criticus voor de Volkskrant, het boek uitgebreid. Aad Nuis is inmiddels compleet vergeten, maar had toentertijd een tamelijk bekende naam als criticus. Ik weet ook wel dat in hetzelfde jaar dat Fens zijn colleges gaf, onder andere over Fysiek Lichaam, hij een keer verklaarde dat hij vastbesloten was om bij een volgende gelegenheid D66 te gaan stemmen. Aad Nuis was immers ook politiek actief en hij hoopte als D66 groot genoeg zou worden om Kamerleden en ministers te gaan leveren, Aad Nuis de politiek in zou gaan en zou stoppen met recenseren. Fens was niet dol op Nuis. Aad Nuis veroordeelt vanaf het begin van zijn recensie eigenlijk Mystiek Lichaam. Hij begint op het oog neutraal, maar dat is eigenlijk in die tijd heel evident een disqualificatie, met Kellendonk te plaatsen tussen een aantal katholieke schrijvers. En dat alles onder de titel Onmiskenbaar antisemitisme in sluiers van ironie. Hij zegt weliswaar dat Kellendonk een vrij geconstrueerde geschiedenis schreef, die echter opvallend rijk is aan weerzinwekkende onzin. Wat Nuis volledig veronachtzaamt, zijn alle dubbele bodems, alle lagen van ironie, ondanks de titel. En het meest erge is inderdaad de manier waarop Nuis in die recensie, dat citaat dat ik zojuist aanhaalde uit het interview met Kellendonk in het NRC, eigenlijk amputeert. Hij citeert de laatste regels van Kellendonk nog een keer, die straat waar dus die katholieke kerk en die moskee en die hindoe-tempel staan, binnenkort geen godsdienst meer en helemaal geen gemeenschap. En dan vervolgt Nuis in zijn recensie, moskee en tempeltje dus maar dicht, is de implicatie. Diezelfde geest spreekt uit Kellendonks boek. En dat vind ik eigenlijk in alle objectiviteit buiten elke orde. Een recensent die een citaat uit een interview gebruikt, dat verder met het boek niets te maken heeft en dat vervolgens als disqualificatie gebruikt, als toevoeging, ja, die geest spreekt ook uit het boek, dat is eigenlijk zeker twee stations te ver voor iemand die een boek serieus wil bespreken. Het heeft niettemin zijn effect niet gemist. Allereerst heel direct. Dezelfde dag dat de Volkskrant verscheen met Nuis recensie, had Karel Peters een heel positieve recensie in Vrij Nederland gepubliceerd. Een week later, een vrij unieke gebeurtenis, kwam Peters terug op de recensie van de week ervoor en legde hij uit dat het boek een weerzinwekkend, hoe zei hij het ook alweer, een briljant geschreven en gecomponeerde roman was, maar wel vol van briljante achterlijkheid. En de moraal van Mystiek Lichaam is conservatief op het querulante af. En dat is een kleine passage van Karel Peters. Dus je zag dat daar ter plekke de kritiek al een draai maakte
omdat men de indruk had dat hier toch iets aan de gang was dat niet door de beugel van wat op dat moment bij links intellectueel Nederland gangbaar was, kon. Interessant is overigens om vast te stellen dat er gekeken wordt naar hete hangijzers anno 1985. Vooral homohaat en antisemitisme moeten het ontgelden. Bijvoorbeeld niet het traditioneel vrouwelijke beeld, dat ook in een roman overal rondwaart. Het hele traditionele man-vrouw beeld van bijvoorbeeld vader Gijzelhard. Of het ontluisterende beeld van de Wintel in de moderne kunst. Of de ongelooflijk weinig rechtzinnige manier waarop christendom wordt afgeschilderd. Je ziet dus ook dat critici op een bepaald moment hun eigen hang-ups hebben op basis waarvan ze besluiten om een boek goed of niet goed te vinden. Kellendonk heeft heel erg, tegenwoordig zou je denken van, hey, ophef, dat betekent aandacht. Aandacht betekent verkoop en verkoop is goed voor mijn boek. Kellendonk heeft heel erg geleden onder de kritiek op Mystiek Lichaam. En dat werd niet minder toen Aad Nuis, die toenertijd ook een soort jaaroverzicht verzorgde voor een jaarboek, heette dat, zijn eigen kritiek nog eens dunnetjes overdeed in een soort terugblik op het jaar 1986. En daar Kellendonk nog eens een minstens één fout citaat in de maag splitste. Kellendonk was zeer verbolgen en zeer verdrietig en snapte ook eigenlijk niet wat er gebeurde met zijn boek. En hij voelde zich enigszins gerehabiliteerd op het moment dat hij de Bordewijkprijs 1986 kreeg kreeg van de Jan Kampert Stichting in Den Haag. Hij zag dat echt als een soort van rehabilitatie. En hij zegt dat die bekroning van uit een onverdachte en gezaghebbende, dat er met die bekroning een onverdachte gezaghebbende punt gezet is achter de hysterische omvangst die het boek vorig jaar bereikt is. Dus het was voor Kellendonk een beetje happy ever after. Tegelijkertijd de aandacht zal hem ook inderdaad letterlijk geen windeieren hebben gelegd, maar de pijn voor het misbegrepen zijn was voor hem veel groter. Ik ga stilaan afsluiten. Ja? Ja? Er is een vraag. De vraag is, broer vindt het uiteindelijk niet erg om te sterven. Kun je niet zeggen dat hij in zekere zin ook een happy end heeft gekregen? Hij krijgt in ieder geval wat hij wil, maar je kunt je natuurlijk enigszins afvragen in hoeverre dat... Maar ik moet even echt ter plekke improviseren. Ik vind het een interessante gedachte namelijk. Want hij heeft, het klopt, hij is inderdaad natuurlijk niet bang om te sterven. Hij vindt het niet erg, maar of het nou zijn ultieme wens was geweest om dood te gaan, ja, hij is natuurlijk ziek geworden doordat hij die tamelijk onsmakelijke scène waarbij hij dat lymfvocht van de mooie jongen opdringt. Eigenlijk om te bewijzen van, ik geloof er niks van dat je doodgaat. En op het moment dat hij dan wel ziek wordt, dan vindt hij het op zich niet zo'n heel punt meer inderdaad. Maar of het nou echt zijn intentie was geweest, ik vind het in ieder geval een opmerking om het boek nog eens bij herlezing in mijn achterhoofd te houden. Dus ik vind het een hele interessante gedachte en het zou passen bij het idee dat Kellendonk in dit geval het helemaal dubbel happy maakt. Maar het klinkt wat wrang om hierover een happy end te spreken natuurlijk. Maar ik vind het wel een mooie gedachte in ieder geval. Ja, de ambivalentie en de ironie ontkrachten, denk ik, het puur conservatieve, of zelfs welke andere aanspraak dan ook, op de waarheid in het boek. Het is een onderzoek en het is geen preek. Het is geen les in hoe te leven, Mystiek Lichaam, maar een exploratie van mogelijkheden. In het dankwoord voor de Bordewijkprijs zei Kellendonk zelf daarover nog: kennelijk wemelt het in ons land van de mensen die hun onzekerheden alleen kunnen bezweren door agitatie, verboden en taboes. Kellendonk heeft juist, zegt hij, willen inspelen op de onzekerheden en de vaste waarden en normen van met name progressieve intellectuelen. Ironie ontkracht natuurlijk alles, maar tegelijkertijd heeft Kellendonk ook een heel serieuze fascinatie, meer dan dat denk ik, met het verlangen naar een gemeenschap waarvan het Mystiek Lichaam de traditioneel katholieke uiting is. En dan inderdaad die ironische paradox dat Pechman, de man die pech heet te hebben, de enige is als echte winnaar. Nou ja, misschien niet de enige. Het boek
heeft die klassieke status, denk ik, niet voor niks. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat een boek anno 2020 nog steeds zo veel besproken en zo fascinerend is, dat hij alleen zijn belang, dat het alleen zijn belang hecht, dankt aan een wat chagrijnige recensie van een inmiddels lang vergeten Volkskrant-criticus. Het boek was in 1985 Unzeit gemäß. En dat zou het allicht nu weer zijn. Het is natuurlijk een interessant gedachte-experiment om je af te vragen hoe dat boek 35 jaar later inmiddels, bijna, zou zijn ontvangen. Het boek is natuurlijk nog altijd niet wat je zou kunnen noemen politiek correct. Interessant vond ik dat bij de Kellendonk-lezing die dit jaar gehouden werd door drie jonge auteurs, Arjen van Velen, Hanna Bervoets en Ninja Weijers, de discussie er ook even over ging. Wat zouden we nu in de kritiek moeten met een ongemakkelijk boek als Mystiek Lichaam? Een boek waarin toch allerlei waarheden worden verkondigd die op dit moment ook zeker niet, zeg maar, het intellectuele deel van Nederland per se aanspreken. Interessant was dat, en ik vond het ook wel geruststellend, dat eigenlijk alle drie de schrijvers unisono van mening waren dat de auteur vooral vrij moest zijn om te schrijven en te experimenteren met gedachten wat hij wil. Er moet geen soort van zedenpolitie vooraf zich gaan buigen over of Kellendonk had mogen schrijven wat hij geschreven heeft. En dat lijkt me inderdaad de enig juiste manier om zo'n boek als Mystiek Lichaam te benaderen. En het is natuurlijk alleen maar prachtig als een boek of oeuvre multi-interpretabel is. Hoewel je wat mij betreft best voorzichtig mag zijn. Of je in ieder geval de tijdgebondenheid waarbinnen je een waarneming doet, kunt realiseren. Ik vind het een wat merkwaardig gedachte-experiment dat Goedigburen deed aan het eind van zijn biografie, om te kijken in hoeverre Kellendonk zou hebben gevonden van Geert Wilders en Thierry Baudet. Ik denk dat daar met de kennis van toen en van nu wel beschouwd niks zinnigs over te zeggen valt. En ik zie ook overigens de relevantie van zo'n denkpiste helemaal niet. Bovendien Wilders en wie ook alweer. Het is thans namelijk behoorlijk stil in het extreemrechtse riool. En dat maakt zo'n slothoofdstuk in zijn biografie als Van Goedigburen, een boek waar hij jaren aan gewerkt heeft, ineens acuut gedateerd. Want we zijn intussen natuurlijk al lang aan de volgende kanoniseringsronde toe. Mystiek Lichaam als prototype van de pandemieromans die sinds de coronalente van 2020 dit najaar al de kop zullen opsteken. De romans van de besmetting, et cetera, et cetera. Een nieuwe blik op een roman die daarmee een nieuw leven in zal kunnen gaan. Afijn, ik denk ter afsluiting dat een boek dat zo mee weet te gaan en tegenin weet te gaan de wervelingen der tijden, dan hebben we een klassieker te pakken. Onze aardbol is rond en alom heerst op haar het woeden der geschiedenis, schreef Belcampo al ooit. En het is fraai, denk ik, hoe Kellendonk aan dat woeden der geschiedenis zijn eigen bijdrage leverde. Ikzelf heb me ook nu weer, zoals steeds bij herlezing van Mystiek Lichaam, weer overgegeven geweten aan de virtuose schrijfstijl, de permanente ondergraving van elke zekerheid, waarbij er beslist relevante zekerheden ter discussie gesteld worden. Kortom, het genot om een soevereine schrijver aan het werk te zien blijft. Nog altijd, ook 35 jaar later. En misschien als afsluiting nog even. Bij mijn herlezing van dit keer viel mijn oog op een detail waar ik voorgaande keren nooit zo bij stilgestaan had. Het realisme kunnen we bij Kellendonk ook opzij laten. Maar toch, bij wijze van een quizvraag voor thuis, mij viel ineens op dat vrij terloops opgemerkt wordt dat de moeder van Kellendonk, er is al eerder op gewezen, onder andere door Peter Altena en ook door een aantal studenten die het boek nu lezen, dat de vrouwfiguren er bij Kellendonk vaak behoorlijk bekaard van afkomen en zeker de moederfiguur. De moeder van Leendert, Gijzelhard, overlijdt en dat gebeurt in de nacht van 2 op 3 maart 1963. En ik stel deze vraag niet alsof ik het antwoord weet, maar dat is niet zo. Ik heb me ineens af zitten vragen vandaag, een detail van een detail en voor de verdere strekking van de roman niet heel relevant. Maar waarom zou Kellendonk zo'n exacte datum hebben gekozen? Waarom sterft de moeder van Kellendonk, die overigens, als je het even biografisch wil zien, helemaal niet overleden is in de jaren 60, veel, veel later pas. Waarom laat Kellendonk haar precies in de nacht van 2 op 3 maart 1963 overlijden? Ik had heel even gekeken, wat natuurlijk een mooie parallel zou zijn geweest, of dat jaar misschien Pasen vroeg viel, zodat het bij Pasen sterft er een en 20 jaar later
19 jaar later komt Magda op Pasen terug, maar dat is niet zo. Dus ik blijf heel benieuwd, dus, en ik ben ook heel erg benieuwd naar inzenders die mij kunnen uitleggen wat er gebeurd is in de nacht van 2 op 3 maart 1963. U kunt uw tips ook anoniem melden. Ah, goed zo. Nog een andere vraag? Oei, dat is een hele goede vraag. De vraag is, in welke Nederlandse literaire traditie past Kellendonck anders dan in de moderne moraliteit? En aansluitend daarop, wat had Ton Anbeek ervan kunnen laten zien over de Nederlandse literatuur als hij het boek al had mee kunnen nemen naar Amerika? De vrager verwijst hier overigens naar Ton Anbeek, die begin jaren 80 nogal ophef heeft gemaakt met zijn opmerking dat het Nederlandse literatuur te ene male aan straatrumoer ontbrak. En dat was Anbeek eens te meer te binnengevallen toen hij, ik vraag me zelfs af op dezelfde plek waar Kellendonck gastschrijver was, maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval een half jaar lang doseerde op een Amerikaanse universiteit en vaststelde dat de Nederlandse romanliteratuur van begin jaren 80 heel erg ingeslapen was in relatie tot de Amerikaanse romantraditie van dat moment. pardon. Oh, in mijn elleboog. Had hij Mystiek Lichaam meegenomen, dan had je kunnen voorstellen. Ik vraag me af of hij precies dat soort romans in gedachten had. Want is Mystiek Lichaam echt een roman met straatrumoer? Nee, het is wel een roman die natuurlijk heel erg bovenop de actualiteit zat door inderdaad een thema als AIDS te behandelen. Wat natuurlijk echt nieuw was. Midden jaren 80. Dat was echt een zeer actueel, heel urgent thema. Tegelijkertijd is het natuurlijk niet de roman waar inderdaad, zoals mensen als Leon de Winter ze schreven, echt in een hardboiled Amerikaanse traditie. Het is natuurlijk toch eerder een soort weloverwogen intellectueel gedachte-experiment. En om dan je even af te vragen in welke traditie. Kellendonck zelf is bij zijn debuut al heel snel, naar aanleiding van op grond van een geruchtmakend artikel van Jan Brokke in Haagse Post, tot het academisme en de revisorschrijvers gerekend. Dat was een hele goede publiciteitsstunt, omdat daarmee ineens een hele generatie toentertijd jonge schrijvers voor op Haagse Post en daarmee ook voor op de publieke tribune stonden. Maar Kellendonck heeft meteen, toen zijn eerste boek uit was en hij in de gaten had wat dat betekende, zich eigenlijk verzet tegen dat label. En dat is denk ik sowieso een literair historisch herkenbaar mechanisme. Zodra een schrijver een label opgeplakt krijgt, zeggen ze, we horen er eigenlijk niet bij. Of dat label klopt eigenlijk niet helemaal. Schrijvers willen niet graag gelabeld worden. Als je het toch per se wilt doen, dan zou je kunnen zeggen, ja, academisme, revisotraditie, het idee dat literatuur niet alleen een soort romantische ingeving is van verhalen van de vrije geest, maar ook een heel duidelijk rationele component hebben, met veel aandacht voor de compositie, wat eventjes uit de losse pols wat kenmerken van die zogenaamde revisotraditie zijn, dan zou je kunnen zeggen dat Kellendonck misschien bij die traditie te scharen zou zijn. Maar ik denk dat ten eerste het in stromingen denken altijd reductionistisch is, eigenlijk zonder uitzondering. En daarnaast ook Kellendonck zich juist door inderdaad dat hele dubbele karakter, ik heb bijvoorbeeld heel weinig gezegd over ook de heel duidelijke religieuze insteek die je op dit boek die je in dit boek ziet, zich eigenlijk onttrekt aan de toenmalige gangbare kaders. Dus een eenling, daar zou ik het eigenlijk op houden. Beetje onbevredigend antwoord misschien, maar beter kan ik het niet maken. Nog andere vragen? Nou, dan wil ik de kijkers thuis, waar ook in Nijmegen en ter wereld, van harte bedanken. En denk nog eens na over de vraag, wat gebeurde er in de nacht van 2 op 3 april 1963? Ik dank jullie allemaal zeer voor de aandacht. Voordat u wegklikt, wil ik ook nog Jos Joosten heel erg bedanken. Toch nog online een soort
toetje op de reeks die onderbroken werd. Volgend jaar, als alles goed is, komt er weer een reeks letteren in de stad. Met waarschijnlijk Stefan Hertmans zal centraal staan, zijn oeuvre. Hij is volgend jaar ook 70 jaar, dus dat is een mooie gelegenheid. Schrijf allemaal in die tijd, dat zal in het voorjaar zijn. En dat kunt u allemaal weer vinden via de bibliotheek of via de Radboud Universiteit. En verder, de bibliotheek gaat online nog heel even verder met een project, de online leesclubs. En daar zijn 5 leesclubs die we de komende maand gaan losmaken. Je kunt inschrijven, het is gratis en je kunt een boek lezen en dan met de schrijver kun je online gesprek aangaan. En dat gaat bij de volwassen schrijver, volwassen literatuur gaat het om Hanneke Hendricks en Thomas Oldeheuvel, Nijmeegse schrijvers. En ja, heel leuk, meld je aan. Er zijn nog plekken, tot 1 juni kan dat. Dat was het eigenlijk. En ja, ik wil de Tiemeloods bedanken dat we hier terecht konden. Ga vooral ook een kopje koffie of biertje drinken als het weer open is. Als dank voor deze plek. Bedankt voor jullie komst en tot een volgende keer.